Rijk van Nijmegen staat er economisch goed voor. Dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. Dat zijn een paar conclusies van een debatavond die de Rabobank dinsdagavond organiseerde in de vereniging in Nijmegen. De avond werd geopend door oud-minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Gemeentes hier in deze regio zijn ouder dan 65 jaar. En dat betekent niet alleen pro-issues natuurlijk, maar ook juist heel veel kansen dat die oudere mensen ook weer geserviced moeten worden. En dat is dus weer een hele industrie op zichzelf. Dus die vergrijzing is een belangrijke, naast de digitaliseringsevolutie, is de demografische verschuiving een volgende belangrijke megatrend. Nou, in de gemeente Beuning staan we er economisch goed voor, maar je kunt dat eigenlijk nooit alleen maar op je eigen gemeente betrekking laten hebben, want wij zijn onderdeel van een groter geheel. Ik denk dat hier een heel mooi midden- en kleinbedrijf in Nijmegen gecombineerd kan worden met de universiteit en grote bedrijven, en dat juist die combinatie de kracht van deze regio zou kunnen zijn. Wij maken onszelf vaak bestuurlijk en ook onze raad natuurlijk heel erg druk over onze eigen grenzen. Maar ondernemers, mensen die bij ondernemingen werken of die naar school gaan, die gaan elke dag tientallen keren gemeentegrenzen over en die voelen daar niks van. Maar weet je wat het grote probleem is? Als we de vormdiscussies aan de orde gaan stellen, dan komen we er nooit uit. Dus laten we vanuit de inhoud gaan werken. En dan ben ik ervan overtuigd dat uiteindelijk de vorm die we dan bestuurlijk kiezen, die volgt daar vanzelf wel uit. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat het mij eigenlijk totaal niet uitmaakt. De vorm moet uiteindelijk ondersteunend zijn aan wat belangrijk is voor onze inwoners. Deze regio heeft een impuls nodig, omdat we eigenlijk altijd een klein beetje op zeg maar net goed genoeg functioneren. Een van de projecten waar ik in ieder geval nu zelf bij mijn eigen bedrijf mee bezig ben, is dat we aan het kijken zijn of we een veevoederbedrijf op ons bedrijf kunnen, op onze site kunnen vestigen, die uit afvalstoffen voedingsstoffen maakt voor de diervoederindustrie. Nou, daar moet je gewoon oppakken en mee beginnen. Dat heeft ook nut voor bedrijven die daaraan gelieerd zijn. En dat zijn er meer dan u denkt. Werkloosheid, nou, een paar tienen van een procent, 0,3% slechter. Maar ik denk dat dat wel eens slechter is geweest, Antoine, toch? Ja. Ik bedoel, we hebben het nu, en de gegevens zijn een beetje gedateerd al, want het gaat natuurlijk beter met die economie. Dat voel je ook, ik bedoel, laten we wel wezen, vervelend om in de file te staan. Maar je merkt meteen als die economie gaat lopen dat die file gaat stijgen. Zelfs die A2, 10 baans. Maar dan ga je ook nog stapvoets. Even kijken, wat hebben we verder nog voor leuke dingen? Ja, gezondheidszorg natuurlijk grootste werkgever hier. Veel overheid gerelateerd. We hebben natuurlijk heel veel werkgelegenheid in de sectoren die zeg maar met de overheid verwant zijn of in de gezondheidszorg. En daar blijft altijd wel een redelijk constante factor in. Maar wil je nou echt een verdere groei initiëren en nieuwe dingen doen, dan zul je met name in de innovatie van de bedrijvigheid moeten zoeken. En daar ligt de grote opgave voor de komende tijd.